Er is een rapport uitgekomen en daar staat in dat er of bepalende, dragende spelers die jonge spelers beter maken, of jonge, beloftevolle spelers komen. En wanneer je oudere spelers met naam haalt, dan heb je ze gecheckt of ze fysiek in orde zijn. Dat zijn allemaal zaken die gewoon heel simpel zijn, daar hoef je geen professor voor te worden. En de afgelopen 4 jaar zijn er bij Ajax zo'n 30 spelers binnengekomen. En dinsdag stonden er geloof ik 4 van in het eerste. En dan moet je je afvragen of dat allemaal dan dragende, bepalende spelers zijn geweest die binnengekomen zijn. En dat is jammer, want dat kost klauwen met geld. En dan kan je beter je eigen jeugd consequent een kans geven. Maar dan moet je dan ook, denk ik, vooraf tegen de coach die je aantrekt, wie dat dan ook is, moet je heel duidelijk zijn hoe je erin zit. En dat er, wanneer er geen dragende spelers te koop zijn, en dat kan ik me voorstellen, want dat kost veel geld. En dan is de hamvraag, als ze echt heel goed zijn, of ze dan naar Nederland komen of liever in het buitenland willen spelen. Maar dan kan je beter niets kopen, want als je dus spelers hebt die niet dragend zijn en je moet er nog veel geld voor betalen, dan gaat je salarisgebouw ook enorm omhoog. En dan kom je gewoon in de rode cijfers terecht. En als je dan nog kampioen wordt, dan wordt er nog een boel gemaskeerd. Maar als je geen kampioen wordt, dan zal je zien, dan zullen ook de salarissen of de transferbedragen die je denkt voor die spelers te krijgen, die zullen allemaal zakken. Het is in mijn visie gewoon logisch denken. Je kan beter niets kopen als je geen dragende spelers naar je toe kunt trekken. En dan kan je beter uit je eigen jeugd putten of jonge spelers kopen, zoals ik daarnet een voorbeeld van één speler gaf. Ja. En er is geen speler die bij een club komt, bij welke club dan ook, waarvan je zeker, 100% zeker weet dat hij het gaat maken. Dat zal de tijd moeten leren. Ja, maar Messi weet je het wel toch een beetje, Theo? Ja, maar dat, maar ja, dat is buitengewone exclusief, klasse natuurlijk. Exclusief talent. Dat is buitengewone klasse. Ja. En die jongen is natuurlijk ook op 13-jarige leeftijd bij Barcelona gekomen. Ja. Ja, ja. Inclusief zijn hele familie, voor 3 generaties. Ja.